Nederland is het beste fietsland ter wereld, vindt Marijn Heijnen. Hij knikt hier ook instemmend. Hij bracht onlangs een ode aan Nederland als fietsland. In het boek Omstreken hebben we toen in de uitzending ook aandacht aan besteed destijds. En binnen Nederland is Flevoland bij uitstek een geweldige plek om te fietsen, vindt Marijn. En weer knikt hij. Hij gaat vanaf nu fietsroutes aanleveren voor het routeplatform Lelystad. Ja, hij is dus bij ons in de studio, Marijn. En we hebben contact met Timo Hoenderboom. Die is van sportbedrijf Lelystad, initiatiefnemer van het routeplatform Lelystad. Ja, goedemiddag allebei, Marijn, Timo. Dankjewel. Ja, dankjewel. Timo, om even met jou te beginnen. Hè. Routeplatform Lelystad is een website waar allerlei routes door de stad vooral te vinden zijn. Vertel eens, wat voor soort routes zijn dat? We hebben allerlei verschillende soorten routes. Eigenlijk is er voor iedereen binnen de stad is er wat wils. We hebben wandelroutes, fietsroutes, maar ook wielrennen, mountainbiken, steppen, kanoën, suppen, van alles en nog wat. En wat was het idee erachter om dat in zo'n routeplatform allemaal samen te brengen? Als we naar Lelystad kijken, is het een stad waar helaas nog te weinig wordt gesport en bewogen. Maar we zien dat Lelystad wel een bovengemiddelde buitenomgeving heeft om daar meer gebruik van te gaan maken. Dat blijkt ook uit onderzoek. En op die manier hebben we eigenlijk samen met partners gekeken van, is er aan de ene kant behoefte om routes op één plek terug te vinden? En aan de andere kant of er behoefte is bij inwoners om routes te willen gebruiken? Nou, daar kregen we eigenlijk hele positieve reacties over. Van verschillende partners stonden ze daarvoor open om daar samen een mooi één platform van te maken. Natuurlijk bestaan er andere platformen ook nog steeds. Alleen is het nu op één plek ook gecentreerd waar iedereen alles kan vinden. Makkelijke routes kunt vinden eigenlijk. Nou, door wie worden die routes gemaakt? Door allerlei verschillende soorten partijen. Door onder andere door stichtingen, maar ook door verenigingen. Lokale partijen, maar bijvoorbeeld ook landelijke partijen zoals Omstreken. Ja. Jullie bestaan sinds september. Althans, het routeplatform natuurlijk dan. Hè? Lelystad bestaat sinds september. Wordt er eigenlijk al veel gebruik van gemaakt? Ja, we zijn aan het kijken om dat in de toekomst te gaan meten. Op dit moment is dat nog niet mogelijk, maar we willen in de loop van dit jaar kijken of we wel echt kunnen meten hoeveel mensen daadwerkelijk het routeplatform gebruiken. Natuurlijk krijgen we wel signalen vanuit de stad van mensen die het gebruiken, maar de exacte aantallen kan ik op dit moment helaas niet geven. Nee, nou goed, laten we even naar Marijn Heijnen gaan hier in de studio. Dat is dus een grote voorvechter van de wielrenroutes door Flevoland. Zeker. Sterker nog, want je kwam hier net binnen. Je hebt vandaag nog een flinke tocht gemaakt hier in de omgeving. Ja, nou ja, ik was uitgenodigd om hier om 3 uur te zijn. En dan heb ik meteen het nuttige met het aanrennamen gecombineerd. Dus ik heb vanochtend ruim 100 kilometer gefietst op plekken in de Flevopolder, waar ik nog nooit was geweest. Omgeving Zwifterband, Dronten en allemaal vanuit Lelystad weer. Ik vind het heel tof dat Timo ons gevraagd heeft. Ik woon zelf niet in Lelystad. Ik kom zelf uit Utrecht. Ik heb samen met Esther de Lange een boek gemaakt, Omstreken. Je noemde het net al. Esther komt uit Edam. Maar we zijn enthousiast over fietsen in Flevoland. Dus ik vind het heel tof dat Timo ons gevraagd heeft om mooie routes te maken. Ik vind het heel knap ook dat Lelystad zijn nek uitsteekt om routes aan te bieden. Lange routes, korte routes. Timo zei het al, verschillende sporten. Noem maar op. En wij zijn gevraagd om mooie raceroutes te maken. Ja, maar je komt uit Utrecht, vertelde je net. Hoe krijg je het dan voor elkaar om mooie routes in Lelystad te maken? Nou ja, daar moet je wel wat moeite voor doen. Dat klopt. Dus je kunt natuurlijk op een kaart kijken. Er zijn miljoenen routes online, bij wijze van spreken. Zoek mooie routes Flevoland. En er zijn allerlei routeaanbieders. Maar dan weet je nog niet helemaal hoe mooi ze zijn en wie ze gemaakt heeft. Dus wij vinden het heel belangrijk om zelf op pad te gaan, ook de routes zelf te fietsen. Dus ik kijk op Google Maps. Ik heb een aantal route-apps die ik gebruik. En het is gewoon ook zelf ontdekken. En dat is het mooie van routes. Of je nou gaat kanoën, fietsen of paardrijden, wat dan ook. Ga lekker op pad. Ontdek je eigen omgeving. Mensen die hebben vaak een eigen fietsrondje of die lopen met de hond en die lopen altijd hetzelfde rondje. Wat je al zou kunnen doen is dat rondje gewoon een keer andersom doen. Dan heb je al een hele andere beleving. Goed, wij maken wat langere fietsroutes. Dat moet wel goed lopen. Dus wij vinden het ook heel belangrijk dat we zelf al die routes gefietst hebben. Maar wat is een goede route? Ja, dat is een goede vraag. Het is eigenlijk, vergelijk het wel eens met wat is een goed restaurant? Als je naar een goed restaurant gaat, wil je een goed voorgerecht. Je wil er lekker bij drinken. Het hoofdgerecht moet niet te zwaar zijn, want je wil er misschien ook nog iets na. Of je wil een lekker hoofdgerecht, sla je het na een keer over.
Dus zo maken wij eigenlijk ook onze routes. Er zit ook wel een bepaalde spanningsboog in. Je gaat ook echt kijken van, ja, waar zijn mooie plekken? En het is niet altijd even mooi. Soms moet je een verbindingstukje hebben. Rij je langs een provinciale weg. Ik probeer dat veel te vermijden. En er zijn hier in Flevoland zoveel mooie fietspaadjes tussen weilanden door. Het Horsterwold bijvoorbeeld of andere plekken. Je weet echt niet wat je ziet. Je komt in bossen terecht waarvan je het bestaan, althans ik niet vermoedde, tot enkele jaren geleden. Dus ja, ik maak graag de oversteek vanuit Utrecht naar Flevoland. Voor mij is het maar een kilometer of 40, 50 fietsen. Ik ben vandaag met de auto gekomen om hier 100 kilometer te fietsen. Ik vond 200 kilometer vandaag wat te ver. Maar ja, een mooie route, daar moet je wel wat moeite voor doen. En ons uitgangspunt is, onze routes moeten minimaal een 8 zijn. Anders bieden we ze ook niet aan. En daar zou ik Timo en zijn routeplatform ook tekort mee doen. Dus ja, ga lekker op pad en ontdek de routes. En hoe lang zijn die routes die jij hebt aangeleverd voor het platform? Voor ons zijn ze zo'n 100 kilometer. We hebben nu 2 routes gemaakt. 2 keer 100 kilometer. Eentje echt meer een bossenroute, noem ik het eigenlijk. Waar onder andere het Horsterwold in zit. De Grote Trap. Je gaat ook nog over de Knardijk. Dat zijn allemaal plekken hier voor mensen die hier wonen, die kennen ze. Mm-hmm. Mensen die naar jullie uitzending luisteren, die denken, waar gaat dit over, zou ik zeggen. Kom gewoon een keer langs en bezoek het. En de tweede route is de route die Flevopolder en de Noordoostpolder combineert. Jullie hebben daar gewoon, als Flevolanders. Mm-hmm. Jullie hebben daar gewoon werelderfgoed liggen met Schokland. Ja. En daar zijn prachtige onverharde fietspaden die ook goed te doen zijn op een racefiets. En het is daar nog lekker rustig, denk ik. Ja, als je bijvoorbeeld op de Veluwe gaat fietsen, we hadden het er net al even over. Dan moet je elke keer aan de kant, dan ben je gezellig met z'n tweeën bijvoorbeeld aan het fietsen. Dan komt er weer een tegenligger aan. Nou ja, jij maakte net de vergelijking in de voorbereiding. Even toen Skik aan het zingen was. De hele grijze golf op de e-bike zit daar. En dan is het heel erg druk. Nou ja, ik noemde net al, ik heb vandaag ruim 100 kilometer gefietst. Ik ben letterlijk 1 andere wielrenner tegengekomen. Het is gewoon maandagmiddag, dus ik snap dat het niet zo heel druk is misschien. 3 auto's, denk ik. 2 vrachtwagens en 1 tractor. Heerlijk, heerlijk. Even weer terug naar Timo Hoendeboom van sportbedrijf Lelystad. Want hoe werkt het nou precies, Timo? Je kan dat downloaden op je telefoon? Ja, je kan naar de webpagina gaan. sportinlelystad.nl/routeplatform. En daar krijg je eigenlijk de routes te zien. Je hebt geen account nodig. Stel je wil gaan wandelen bijvoorbeeld, dan klik je op de wandel- en hardlooproutes. Krijg je daar verschillende afstanden te zien van de verschillende routes. En dan kun je ze bijvoorbeeld printen als pdf, maar je kunt ze ook gebruiken als gpx. En als je ze als gpx gebruikt, dan komen ze in Google Maps te staan. Dus ja, het is eigenlijk heel laagdrempelig. Ze zijn gratis te gebruiken, er is geen account nodig. En je kunt ze of printen of gebruiken via de app. Dus printen denk ik het veiligste, want je mag je mobiel natuurlijk niet vasthouden op de fiets. Nee, maar je kunt natuurlijk wel, net als in je auto, zo'n keurige fietscomputertje hebben bijvoorbeeld. Ja. En die geeft keurig aan waar je naartoe moet, links, rechts, rechtdoor. Soms weet ik niet eens waar ik ben en volg ik lekker mijn pijltje en dan komt het goed. Alhoewel ik net een aantal fietspaden had, die waren afgesloten omdat ze aan het werk waren. Ja, dat gebeurt altijd soms ook. Ja. Ja. Ik wil nog even van Timo weten, want je hebt dus wandelroutes, je hebt die wielrenroutes van Marijn. Zijn er nog andere soorten routes die je uiteindelijk aan het platform wilt toevoegen? Ja, zeker. We willen heel graag nog skileroutes toevoegen. Ah. We hebben helaas nog geen aanbieder gevonden die skileroutes aanbiedt. Maar mocht die er zijn, dan kunnen ze uiteraard met ons contact opnemen. Maar dat is echt wel iets wat we heel graag nog willen toevoegen aan het platform, wat we nu nog niet hebben. Nou, we gaan lekker buiten sporten, want het is prachtig weer deze week. Dus daar hebben we alle reden toe. Marijn? Ja, nou, het leuke is natuurlijk dat je ook andere sporten kunt gaan proberen. Dus hou je van, ik ben een fietser. Maar ik sprak degene die de kanoroutes maakt. En vanaf het water ziet het er sowieso anders uit. Ja. Dus ga ook die routes ook een keer proberen, zou ik zeggen. Doe jij het ook? Ja, ik. Lekker kanoën? Ja, nou ja, het lijkt me hartstikke leuk. Ja, zeker. Goed, nou kijk allemaal op sportinlelystad.nl/routeplatform. sportinlelystad.nl/routeplatform. Dank aan Marijn Heijnen en Timo Hoenderboom voor alle uitleg over de routes. En allemaal in beweging komen. Graag gedaan.